Ja mensen, vet dat jullie allemaal kijken naar een nieuwe video. Ik ben vandaag weer ergens anders, omdat de achtergrond altijd een beetje saai is en je moet het een beetje veranderen steeds, want dat is leuker ofzo. Dat heb ik bedacht, heel dom. Maar mensen, ik ga vandaag vragen beantwoorden door jullie kijkers. Jullie hebben op Facebook rare vragen gevraagd, dus die ga ik ook even met jullie doornemen. Trouwens, als jullie mij nog niet volgen op Facebook, doe dat even. Linkje staat in de beschrijving en ook op de banner als je mijn kanaal checkt. Ik ben in het keukentje van een stage en de vaatwasser draait, dus als je dat hoort, sorry daarvoor, daar kan ik even niks aan doen. Mensen, gaan gelijk beginnen. Jamie Lee van Vliet zegt: wat is je raarste blunder? Ja, ik heb de video al een keer eerder gemaakt, dus ik weet die blunder gelukkig. Ja, ik dacht dat het ijs sterk genoeg was. Ik ging er een soort van doorheen. Maar niet zeg maar als je, zoals je in film ziet, dat je zeg maar erin gaat en dat je er nooit meer uitkomt. Maar ik ging met mijn voet een soort van stappend zo en toen klaats. En toen was heel mijn voet nat. En dat is wel best wel een blunder trouwens. Angela Schippers zegt: hoe ziet je droommeisje eruit? Hoe ziet mijn droommeisje eruit? Ja, ik vind eigenlijk zwart haar en blond alle twee wel interessant. Weet je, dat is bij mij altijd wel dat ik denk van, hé, dat is een leuk meisje. Maar ze moet ook wel lief zijn, weet je wel. Dat je een beetje, dat ze gewoon een beetje interesse toont. En als er wat is, dat ze er altijd is, weet je wel. Zoiets. Dat is eigenlijk een soort van de droomvrouw. Maar de volgende vraag is van Celine Volkertje. En die zegt: wat is het vreemdste wat je ooit hebt meegemaakt? Ik heb niet heel veel vreemde dingen meegemaakt. Maar wat het vreemdste was, is dat ik naar Amerika ging. En er was een gebouw. En ik was daar aan het, je weet wel, zo'n gebouw die heel lang is. Ik weet even niet hoe dat gebouw heet. En dan kan je dus helemaal kijken naar de verte in Amerika. Dat ik in Nederland was daarna. En dat ik hoorde dat daar een bommelding was. Dus ik dacht bij mezelf, wow, als ik eigenlijk een soort van een dag daarna pas ging. Dan had ik een traumatische iets had ik. Giovanni van der Elst zegt: welke auto vind jij het mooist? Dat is altijd wel leuk, weet je. Alle auto's die ik echt mooi vind, die zijn echt super duur. Maar dat is altijd zo, weet je. Alle spullen, nou niet alle spullen, weet je. Maar de meeste spullen die duur zijn, die zijn ook mooier gemaakt. Maar dat is dus een Ferrari en een Lamborghini vind ik wel mooi, alle twee. Die twee auto's, ja, dat is wel een droomauto, zeg maar. Een Noah Apena Junior. Jullie namen zijn echt moeilijk, jongens. Jullie moeten even tegen jullie moeder en vader zeggen dat jullie die namen iets makkelijker mogen maken. Met wie deel jij je bed? Met mijn knuffel. Nee, grap. Met niemand. Met niemand. Met wie zou ik nu mijn bed moeten delen, weet je? Dat is echt weer zo. Ja, het is een rare vraag, dus ik beantwoord hem wel. Met niemand. Ja, ik kan het wel allemaal leuk gaan maken, maar dat is het niet. Oké, Jennifer Zwanenburg zegt: ken je iemand die je als vriendin wilt? Of heb je iemand die een soort van vriendin? Ik heb al een soort van gezegd dat ik eigenlijk geen vriendin heb. Jason Poffley. Jezus Poffley. Trouwens wel een mooie achternaam. Wat vind jij van homo's? Nou, weet je, iedereen mag doen en laten wat hij willen. En als ze verliefd zijn op iemand, dan ben je het, weet je. Dat kan je niet zomaar uitkiezen of je dat bent of niet. Weet je, je bent zoals je bent en wees daar blij mee. Ik hoop dat jullie een beetje hebben genoten van deze video. Ik hoop dat ik ook iedereen blij heb gemaakt met de antwoorden. Ik heb mijn best gedaan in ieder geval. En mensen, als jullie het nou leuk vonden, doe dan even een duimpje omhoog. En abonneer op mijn kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. Want ik wil echt heel snel de 10k gaan halen. Want dat is een beetje nodig, weet je wel. Ik zie jullie weer later. Met een trouwens. Godverdomme. Ik liet bierflesjes vallen. Maar ik zie jullie weer later. Doei doei. Oh ja, trouwens. Reageer even, dat vind ik leuk. Mensen moeten meer reageren. Allemaal reageren. Anders word ik boos en dan ga ik geen koekjes sturen naar jullie. Doei.